Ik loop op dit moment in Tilburg en dan denk je waarschijnlijk, Rick, wat moet jij als Rotterdammer in Tilburg? Ik ga namelijk naar het Natuurmuseum en dan denk je waarschijnlijk, wat moet jij bij het Natuurmuseum? Ik zal even citeren. Ubisoft nodig je uit voor een spectaculaire reis door de tijd. Far Cry Primal. Je kan natuurlijk het museum bezoeken, je kan gaan gamen, je kan ook gewoon een foodtest gaan doen hier. Dus we hebben allerlei lekker eten. Jurn, waar ga jij mee beginnen? Ja, we hebben van alles eigenlijk. We hebben onder andere zalm, dat is eigenlijk niet zo heel spannend. Ja, die zalm durf ik ook nog wel aan. Zullen we de zalm gewoon tegelijk doen? Ja, maar dat denk ik niet zo. Nee, dat is denk ik gewoon lekker. Maar het is een beetje rood. Ja, dat wel. Het ziet echt niet uit. Het smaakt ook gewoon echt uit. Ja, zalm. Dit is gewoon wat je in de supermarkt haalt. Dit is schijn. Te zijn. En Rick zei van nee, dat probeer ik niet, zeg maar. Dus ik heb het als gegeven gekend. Ja, nou ja. Is het gewoon eend? Ja, het smaakt niet zo lekker met die zalm erbij. Stinkt nou een beetje. Ik heb hier nog meelwormen. Ja. Nog nooit gedaan van mijn leven. Dat doet echt de eerste keer. Jurns doet een beetje blij dat hij eend durft, maar ik doe dus gewoon meelwormen. Hij heeft ook echt 3. 4. Oké. 4. Gaan we. En voel je al terug in de tijd gegaan dat je zoiets van hebt, nou, dit wordt mijn tijdperk. Ik proef eigenlijk niks. Mijn sensatie is met name geur op dit moment. En het zal mijn eend, of niet? Dat best wel goor, ja. Jij bent echt op de zeef aan het spelen. Dan moet jij eigenlijk... Ik eet meelwormen. Ja, precies. Maar 2. Oké, 4. Maar we hebben hier een... Kijk, goed bezig. Maar we hebben hier dus een vetbal. Het is vegetarisch en ze hebben een versie die niet vegetarisch is, maar dus echt vlees in zit. Die vetbal die ziet er mega goor uit. Het ruikt nergens naar. Het schijnt dus echt gewoon van de gedroogde pand. Hij zit uit te stellen. Hij durft niet. Hij zit uit te stellen. Ja, ik wissel hem ook om met de vlees. Ja. Ik ga hem eens proberen, maar ik... Vetbal. Rick denkt echt dat hij voor. Ja, ik ga er echt van over mijn nek denken. In één keer, Jurn. En dat heb je ook niet moeten doen. volgens mij is het niet zo lekker. Nou, je gaat hem waarderen naarmate je hem langer eet. We hadden echt water erbij moeten doen. Water, ja. Maar dat hadden ze nog niet in de oertijd. Het valt op zich nog wel mee. Het smaakt voornamelijk... Helemaal door die... Goren smaak hebben, want het smaakt een beetje naar nootjes. En dan heb ik hier die vleesbal nog, want het lijkt een beetje op een... Bijna hetzelfde. Op een gehaktballetje. Een rauwe gehaktbal. Plastic. Is ook niet zo lekker. Nee, echt plastic voor. Ik heb hier nog iets uit de zee. Wat was nou? Zeekraal of zo? Ja, zeekoraal. Het lijkt zeker niet geen koraal. Nee, dat kan. Het is erg bedankt. Het smaakt naar andijvie, keer 10 met 10 zoutblokjes erin of zo. Het is ook niet echt lekker. Die zalm was het hoogtepunt, we moeten beginnen. Gelijk moeten stoppen. Of eindigen. Ik heb nog iets, is een blaadje. Ik weet geen eens meer wat het was. Het is ook groen. Volgens mij was dat voor de sier. Oh. Maar het is best lekker. Ja, dat geloof ik, ja. Stutter. Ja. Ja. Nou ja, vinden jullie trouwens van pret? Van mooi, hè? Ja, mooi in stijl, hè? Swagger. Maar ja, de delicatessen van vroeger zijn niet aan te raden meer voor deze tijd, denk ik. Nee. Maar het is wel leuk om te proberen. Ik ga vanavond naar de Shabu Shabu, denk ik. Buiten Far Cry staat hier nog een spel. We moeten een mammoet gaan besluipen. We hebben geen idee hoe en wat, maar we gaan het gewoon doen. Ja, lijkt me goed. En het enige wat we hoeven te doen om te beginnen is eigenlijk op de rode knop te drukken. Die? Ja, je bent echt veel te luidruchtig. Sst.
Ja, nou... Dat ging echt super goed. Je moet slijpen. De volgende keer laten we slijpen gewoon die pot fit. Dat is makkelijker. Ja. Geen geluid, wees stil, blijf laag. Nou, ik ga jou weer opnemen. Nu de potvis. Zoals jullie net hebben kunnen zien was dit niet echt een informatieve video. Het is meer een leuke video in aanvulling op de review van Gert-Jan. Mochten jullie nou niet via budgetgaming.nl bij deze video terecht zijn gekomen, check dan even de link in de beschrijving. Dan word je direct naar de review van Varkerij Primal gestuurd. En laat ons vooral ook even weten wat jullie van deze video vonden. Ik zie jullie later. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Mazzel.